We leven in een heel bijzondere wereld. Wat onze planeet zo speciaal, zo uniek maakt, is dat er leven op mogelijk is. Voor zover we weten, is er op geen enkele andere planeet leven. Het land, de zeeën en de lucht worden al miljoenen jaren door dieren bewoond. Er is een ongelooflijke verscheidenheid aan dierlijk leven. Er zijn nu 1,8 miljoen diersoorten bekend en elke dag komen er nieuwe bij. Meer dan de helft van deze zijn insecten en slechts 5000 soorten zijn zoogdieren. Deze ongelooflijke verscheidenheid, gewoonlijk aangeduid als biodiversiteit, vormt een buitengewoon boeiend netwerk aan levensvormen. En als we dit dan van iets dichterbij bekijken, dan zien we dat deze wezens ons voorstellingsvermogen vaak te boven gaan. Neem nu de olifant, het grootste landzoogdier op aarde. Olifanten zijn sociale dieren die hun leven lang in familieverband doorbrengen. Ze werken samen om voor hun jongen te zorgen, de groep te verdedigen en voedsel te verzamelen. Wetenschappers zijn ook van mening dat olifanten verdriet kunnen ervaren. Als er een dier uit de familie is gestorven, kunnen ze urenlang rond het dode lichaam bijeen blijven. Daarna bezoeken ze de begraafplaats vaak nog maandenlang, ook als er alleen nog maar botten over zijn. Een andere grote jongen is de bultrug. De mannetjes kunnen zingend elkaar verstaan over een afstand van honderden mijlen. Andere walvissen bedienen zich van een bijzonder talent dat echolocatie heet. Ze gebruiken geluiden om te navigeren en voedsel te zoeken. Soms zijn dieren ook in staat zichzelf te genezen. De tijger, de grootste van alle katten, beschikt over speciaal speeksel waarmee hij zijn wonden kan reinigen. Nijlpaarden scheiden een soort olie af dat als een zonnecrème op hun huid werkt, zodat ze niet verbranden. Er is veel in het gedrag van dieren dat ons versteld doet staan. Gekko's kunnen op jacht ondersteboven tegen het plafond lopen. Verbazingwekkend. En als we eens goed naar zo'n kleine kolibri kijken, dan zien we dat hij maar liefst 60 keer per seconde met zijn vleugels kan slaan. Daar komt geen van onze machines zelfs maar bij in de buurt. Als je de geschiedenis erop naslaat, dan is het niet moeilijk te zien dat dieren een belangrijke rol spelen in ons dagelijks leven. Ze maken al duizenden jaren deel uit van onze directe leefomgeving. En onze fascinatie met dieren blijkt ook uit de oudste grottekeningen. Miljoenen mensen hebben dieren, van honden en katten en paarden tot konijnen en varkens. Een van de eerste dieren die tot huisdier werd gemaakt was de wolf. Al meer dan 10.000 jaar geleden werd hij door de mens voor de jacht gebruikt. In de loop der tijden bleef de band met deze dieren in stand en evolueerde de wolf tot de hond die we nu kennen. De hond is nu het enige dier dat in vrijwel elke samenleving op deze planeet voorkomt. De oude Egyptenaren hadden al zo'n 6.000 jaar geleden katten als huisdier, zeer waarschijnlijk om ratten en muizen te vangen. Zo speelde de kat een belangrijke rol voor de samenlevingen die van landbouw leefden. Net zoals honden hun nut hadden bewezen voor culturen die van de jacht leefden. Sommige huisdieren bieden meer dan alleen vriendschap. Van dieren als honden, katten en paarden is de therapeutische invloed door medici onderkend. Ze verlichten stress en helpen kinderen fysieke en emotionele problemen te overwinnen. Ook al nemen dieren in het levensweb een belangrijke plaats in, ons gebruik van dieren voor ons dagelijks bestaan heeft een aantal soorten al op de rand van uitsterven gebracht. Eeuwenlang is er op walvissen gejaagd vanwege de olie en andere producten. Tot op de huidige dag vormen walvisvarende landen als Japan, Noorwegen en IJsland een bedreiging voor deze prachtige dieren. Verantwoord walvistoerisme is een stap in de goede richting. Daardoor krijgt men meer respect voor walvissen en neemt de bereidheid ze te beschermen toe. Bovendien levert deze tak van toerisme jaarlijks meer dan $1 miljard op. Dieren zijn van belang als essentiële elementen in een ecosysteem. Of het nu een mierenhoop of een tropisch regenwoud is, elk ecosysteem vormt een leefgebied dat voor dieren van even groot belang is als een huis voor mensen. Ze leveren het voedsel om in leven te blijven en bieden veilige beschutting, trekroutes, geboortegronden en kweekplaatsen. De meeste dieren zijn toegerust om in één, hooguit twee verschillende omgevingen te leven. Een walvis kan alleen in zoutwater leven
en een ijsbeer zou in de woestijn niet lang in leven blijven. Helaas is de mens, meer dan welk dier ook, in staat om de balans in onze natuurlijke leefomgeving te verstoren. Dat heeft grote gevolgen voor die ene planeet waarvan wij allen, mensen zoals dieren, voor ons voortbestaan afhankelijk zijn. In 2005 is al aangetoond dat de ecosystemen op aarde door toedoen van de mens in de afgelopen 50 jaar meer veranderingen hebben ondergaan dan in welke andere periode in de geschiedenis ook. Biologen vrezen dan ook dat er momenteel diersoorten 1000 keer zo snel als normaal uitsterven. Oorzaken zijn onder andere milieuvervuiling, jacht, overbevissing en verlies van leefgebied als gevolg van landbouw, huizenbouw of industrie. Verder zijn de meeste geleerden het er tegenwoordig wel over eens dat de wereldwijde klimaatverandering te wijten is aan menselijke activiteiten. Uit diepgaand wetenschappelijk onderzoek is naar voren gekomen dat wereldwijde klimaatverandering wel eens zou kunnen leiden tot de vernietiging van leefgebieden zoals koraalriffen en bergweiden. Rond 2050 zullen dan meer dan 1 miljoen dier- en plantensoorten verdwenen zijn. Dit is nu een van de grootste gevaren die de dierenwereld bedreigt. Vooral zeezoogdieren krijgen het al aardig benauwd. De opwarming van de aarde vormt volgens de IUCN momenteel de ernstigste bedreiging voor ijsberen. Het poolijs dat hun leefgebied vormt is aan het smelten. Uit een recent rapport blijkt dat 2/3 van de ijsbeerpopulaties binnen 50 jaar dreigen uit te sterven. In de afgelopen 10 jaar is het totale ijsoppervlak voor de Canadese oostkust nog nooit zo klein geweest. Dat heeft ernstige gevolgen voor zadelrobben die deze ijsvlakte nodig hebben om hun jongen te werpen en te zogen. En deze intrigerende dieren worden al bedreigd door de grootste jacht op zeezoogdieren ter wereld. We zullen onder ogen moeten zien dat de mens zelf de grootste brokkenmaker op aarde is. Toch hebben wij ook de sleutel in handen om ons eigen gedrag te veranderen en zodoende onze levende planeet beter te beschermen. Decennia lang hebben dierenbeschermers en milieuorganisaties zoals het IFAW een voortrekkersrol vervuld bij de bescherming van dieren en het milieu. Maar dit is zo belangrijk dat we er allemaal een steentje aan moeten bijdragen. Omdat we allemaal samen op deze planeet leven, zijn ook alle dieren van belang en vormen zij onmisbare schakels in ons bestaan. Wat wij mensen doen om dieren en hun leefgebied te beschermen, is dan ook van cruciale betekenis voor de toekomst van alle levende wezens op onze blauwe planeet.